Namaste, ik ben Christel. Fijn dat ik samen met jou even mag zien naar wat deze volle maanenergie in het teken van vissen, 21 september 2021, ook wel maan van de voorouders genoemd, ons te vertellen geeft. Het thema is geworden Droommaker, blijf dromen. Volle maan in vissen nodigt ons uit om onze dromen te volgen. We kunnen onszelf bijzonder gevoelig of kwetsbaar voelen in deze tijd. Onzeker zijn over waar de realiteit onze dromen kan ontmoeten. Het voelt best lastig om te blijven dromen en om onze dromen waar te maken. Toch horen we ondanks onze gemengde gevoelens te blijven geloven in onze dromen. Praktisch, creatief en concreet blijven kan ons helpen doorheen deze mysterieuze fase van droomverwezenlijking. We hoeven wellicht heel wat loslaten toe te laten in ons leven, zodat we iets nieuws, iets anders kunnen verwelkomen binnen ons dagdagelijks leven. Het kan ook heel wat aanpassing vragen op dit moment van ons. Een zekere routine of discipline, wanneer we de neiging voelen om te veel met ons hoofd in de wolken te vertoeven. Het is geen tijd om bij de pakken te blijven zitten. Het is veeleer een tijd om te kijken wat we kunnen doen om vooruit te komen in ons leven. Wat helpt ons? Wat stimuleert ons? Wat zet ons aan om ook maar iets te ondernemen? Er zit zoveel potentieel in ons en dat potentieel zoekt een weg om zich creatief te uiten. Duidelijk een tijd om onze beperkende grenzen verder te verleggen, om onszelf te stretchen, groter te maken en uit ons veilig kokonnetje te komen en groots te dromen. Dromen kent een gevoel van uitbreiding, expansie, overvloed, biedt ons mogelijkheden om eigen grenzen te verleggen. Het opent geen deuren, maar poorten, portalen, die ons toegang verlenen tot nieuwe dimensies in ons leven. We dienen echt onszelf te vertrouwen, onze intuïtie, datgene wat we voelen resoneren, diep binnen en buiten onszelf. We worden herinnerd om onze droommaker te zijn. Wat dit betekent, verwoordt dit prachtige citaat van Doris Lessing. Het zijn onze verhalen die ons herscheppen, wanneer we worden verscheurd, gekwetst of zelfs vernietigd. Het is de verhalenverteller, de droommaker, de mythemaker, die onze Phoenix is, die ons op ons best en op ons meest creatieve manier vertegenwoordigt. Wie gelooft, kan zijn doel bereiken. Het is aan ons om praktisch te zijn in het dagdagelijkse, goed geaard en gegrond, met onze beide voeten stevig geworteld in het aardse leven, met een realistische kijk, een dosis bewustzijn en heel veel liefde en begrip voor onszelf en de situatie waarin we ons bevinden. Het is aan ons om in beweging te blijven, om te reiken naar de sterren, het verwezenlijken van onze grootste dromen, terwijl we kiezen om heel sterk aanwezig te zijn in ons huidig moment. We leven niet in het verleden en hollen niet vooruit naar de toekomst. We vinden de balans tussen beiden door bewust te vertoeven in het heden. Boven alles horen we nu toe te zien dat we ons niet verliezen in de heftige emoties van onszelf of emoties van anderen die ons omringen, de welke ons tot slachtoffer kunnen maken en ons verleiden om datgene te volgen wat op zichzelf reeds een klein beetje verloren lijkt te zijn en die ons alleen maar zal binnenleiden in iets wat niet bij het realiseren van onze dromen
begoort. Als we luisteren naar de boodschap van onze voorouders, dan schenken ze ons nu op dit moment het advies om in beweging te komen, om te dansen, te ademen, te stromen. Niet enkel en alleen ons mentale en emotionele lichaam vragen aandacht, ook ons fysieke lichaam. Wat begint bij een gedachte, een idee, een droom, vraagt om gemanifesteerd te worden, neergezet te worden. Het potentieel, diep binnen onszelf aanwezig, zoekt een weg om naar buiten te komen, om te stromen, om uitdrukking en expressie te ontvangen. Onszelf focussen, concentreren, kan ons hierbij helpen. Ook ademwerk, yoga, tai chi, dansen, zingen, zwemmen, het vieren van een ceremonie. We kampen precies met onzekerheid, angst, blokkades, om wat leeft binnen onszelf te uiten of vorm te geven. We staan onszelf in de weg om ons over te geven aan een vrijuit in- en uitademen. Blijven ademen vraagt nu al onze aandacht, ook al stokt onze adem in onze keel, omwille van datgene wat we op onze levensweg ontmoeten. Ons afstemmen op de levenskracht, de oerkracht, de levensadem aanwezig binnen onszelf, is wat ons kan ondersteunen. Het zal ons voorzien van de nodige innerlijke kracht om kranig te wezen. We kunnen slechts onze dromen waarmaken, vanuit het voelen stromen van de levensadem dwars door alles heen. Denken we aan de lyrics van Ingeborg. Ik kan alleen zingen, door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles me tegen, door jou ben ik nooit alleen. Door een zee van afstand, door een muur van leegte, door een land van stilte, door mijn hele leven. Met het verschijnen van de herfst treden we opnieuw de donkere helft van het jaar tegemoet. Het kan een bijzondere tijd zijn om even te kijken naar het donker en duister dat we voelen dat ons in ons persoonlijk leven tegemoet komt. Kunnen we er ook het positieve van zien? Het is een periode dat een palet van warme kleuren laat zien, ondanks dat de natuur loslaat en haar levenskracht voelt afnemen en verdwijnen. Het is een tijd van op kracht te komen, energie opdoen. Stappen we moedig deze donkere periode tegemoet. We bevinden ons in een tijd waar we aangemoedigd zijn om de kracht van ons hele mens zijn terug op te eisen. Om terug te keren naar de grondsteen, het fundament in ons leven. Elke situatie, elk seizoen, elke levensles beweegt zich constant doorheen ons fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel leven en kan ons helpen om tot een dieper begrijpen te komen, een groter bewustzijn over wat ons geschiedt en de geschiedenis die we hierdoor schrijven. Alles is verwant en verweven in elkaar en de onderliggende boodschap is er een van balans, heelheid, natuurlijke cyclussen. Alles is in relatie met elkaar en schenkt ons richting, leiding, inzicht, een doel, kansen om te helen. Onze voorouders herinneren ons bewust te worden dat elk deel van ons leven bijdraagt tot het geheel van wie we zijn. De kracht die we uit een situatie gehaald hebben, kan ons helpen om een andere situatie aan te kunnen. We hoeven niet bang te zijn om te reflecteren en te durven kijken
naar wat uit balans is. Eens we weten, begrijpen wat uit balans is, kunnen we het identificeren, ons hierop focussen en plannen maken om het onevenwicht te herstellen. Laat ons kijken naar de wereld om ons heen. Hebben we aandacht voor de energie van Moeder Aarde, de stand van de zon en de maan, het seizoen dat we op het punt staan te betreden? Maken we even tijd om de verwantschap te voelen dat het met zich meebrengt en hoe het ons ondersteunt tijdens onze transitie van de ene fase naar de andere in ons leven. Onze groeipijnen kunnen lastig wezen tijdens het achter ons laten van wat ons niet langer vooruit gaat. We ondergaan een geuse transformatie en hebben nood aan het onszelf voorbereiden op het kennen en ontdekken van nieuwe aspecten binnen onszelf. Deze expansie, deze verruiming zal bijdragen tot het verwezenlijken van onze grootste dromen. Hoe anders en tegengesteld dat nu ook mag lijken en voelen op dit moment. Vertrouwen we het collectief, wereldwijd proces die zich nu op dit moment aan ons allemaal voltrekt. De ommekeer, de wereld op zijn kop, wil ons terugbrengen op het spoor van de oorspronkelijke bedoeling van ons leven. Datgene wat aan de basis ligt. Het oerbegin, het prototype. De eerder verschenen video deze week van de jaarenergie, Bos, en de betekenis van het woord archetype, kan een mooie aanvullende verheldering zijn op deze volle maanenergie. Je zal verbaasd zijn hoe alles keer op keer met elkaar verweven is en elkaar aanvult en verduidelijkt. Het brengt ons terug bij verhalen, het belang van het vertellen van verhalen. Is er nog tijd om te luisteren naar verhalen, ons verhaal en het verhaal van anderen, ons collectieve verhaal? In verhalen worden gebeurtenissen bewaard en doorgegeven. Dit kan gebeuren via liedjes, dans, kunst of verhalen van dromen van mensen zoals jij en ik. De eigenheid, de cultuur blijft verder leven in wat overgeërfd wordt. Het voelt alsof we geroepen zijn om de onbetaalbare schatkist van ons levensverhaal te begoeden, te beschermen en door te geven, gelovend in de kracht van een nooit eindigend verhaal. Ons verhaal, ons mens zijn, is verweven met de geschiedenis die vandaag geschreven wordt, als erfenis voor zij die na ons komen in de toekomst. De lijnen van ons levenslied zijn belangrijk voor later, als een oude, herinnerende levenscode. De lijnen van liedjes zijn verweven met onze dromen. Ze assisteren om onze cultuur te behouden en verder te zetten. Daarom is wat wij geloven, waar wij voor staan, waar wij van dromen, zo belangrijk. Wij maken deel uit van een groep van droommakers verspreid over de gehele wereld. Wij schrijven geschiedenis. Wij maken geschiedenis. Wij, de droommakers, we houden niet enkel onze droom, maar tegelijkertijd de droom van onze voorouders in leven. De lijnen van ons levenslied staan symbool voor de reis van het omgaan met onze planeet, met zijn diversiteit aan levensvormen, van onze generatie en de vele generaties voor ons. Het weerspiegelt wat wij hebben doorstaan, doorleefd, gecreëerd hebben. Het voorziet een bron, een container van wijsheid, culturele waarden en kennis. Het geeft de complexiteit weer van tijdsperiodes. Het markeert belangrijke momenten
door geschiedenis in stand te houden, als een standbeeld. Het schept de mogelijkheid om over de grens van tijd en ruimte diepe connectie te voelen en zich nooit in een situatie alleen te voelen. Het zet ons aan om te herinneren, te gedenken, te vieren, te blijven dromen, no matter what. Het helpt relativeren en vormt een wezenlijke oproep om de steeds weer zoekrakende balans terug te vinden. Er is geen vast concept voor de diepe kennis, de verbinding tussen mensen die telken male door geen tradities, ceremonieën, verhalen gecreëerd wordt. Ook onze voorouders hebben moeilijke tijden gekend. Ook zij dienden te reizen en stem te geven aan wat hen lief en dierbaar was. Niet enkel voor zichzelf, maar ook voor ons, wij die na hen kwamen en de levenslijn, de bloedlijn, verder zetten. Dat is iets waar we heel trots op mogen zijn en dat ons ertoe kan aanzetten om te blijven geloven in het stap per stap realiseren van onze dromen. De geest van onze voorouders, het levenssap van onze stamboom, blijft in het ritme van afnemen en toenemen aanwezig en ons omringen als een spiraal dat ons nooit loslaat en nooit verlaat. Het kan een mooi en belangrijk moment zijn waar we extra gevoelig zijn voor een wonderlijk contact met onze voorouders, de bloedlijn van onze afstamming. Verrassende onthullingen kunnen geschieden en ons opnieuw aan het dromen brengen. We kunnen onze voorouders om assistentie vragen, terwijl we nieuwsgierig luisteren naar wat zij ons als wijsheid kunnen geven, om de situatie waarin we vertoeven zo goed als we kunnen bewust te doorleven en er zoveel mogelijk van te leren. Naast heel persoonlijke dromen kennen we de dromen van mensen met wie we graag éénzelfde droom delen. Kiezen we er bewust voor om deze dromen, deze levensliedlijnen, levendig te houden. Mooie gezegende volle maan gewenst iedereen. En vooral, keep on dreaming. Namaste.